Er zijn een heleboel strategieën die je kunt inzetten om gelukkiger te worden. Ik ga ze jullie niet allemaal noemen, want het zijn er echt heel veel. Maar ik zal jullie de belangrijkste in ieder geval even kort uitleggen. En ik wil daarna focussen op drie strategieën die we in deze video in diepgang gaan uitleggen. De eerste twee strategieën zijn dankbaarheid tonen. Daar ga ik het dadelijk meer over hebben. Maar ook optimisme cultiveren. Dus hoe optimistischer jij naar het leven kijkt, hoe optimistischer jij naar dingen om je heen, mensen om je heen, situaties kijkt, hoe groter je geluksgevoel zal zijn. En dat heeft te maken met het feit dat geluk samenhangt met positieve gevoelens. Dat is een van de twee dingen die je nodig hebt om gelukkig te zijn. En wanneer je optimistisch bent, ervaar je meer positieve gevoelens. Het helpt ook heel erg om gelukkiger te zijn, om niet te tobben, dus niet al te zeer te piekeren, niet vast te blijven zitten in je gedachten en in je zorgen, maar vooral ook om je niet te vergelijken met anderen. Dit is een van de dingen die wij heel makkelijk doen. Ons psychologisch systeem kijkt heel makkelijk naar het verschil tussen onszelf en anderen. Maar als we dat minder doen of op andere manieren doen, dan worden we daar gelukkiger van. Daar is een heleboel over te zeggen. Dat ga ik vandaag niet doen, want ik ga op een andere strategie focussen. De volgende strategie is vriendelijk zijn. Daar gaan we het in het kort over hebben, omdat die samenhangt met het koesteren van je sociale relaties. Sociale relaties koesteren ga ik uitleggen, vriendelijk zijn, en dat kan op allerlei manieren, kom straks langs en kom daarbij terug. Nog twee strategieën, leren vergeven. Dat hangt op een bepaalde manier ook samen met optimisme cultiveren. Dus als er iets of iemand is wat jou heel erg pijn heeft gedaan, kan het voor je geluk heel veel betekenen om die persoon te vergeven. Want daarmee kun je dan eigenlijk je nare gevoelens, je negatieve gevoelens loslaten en komt er weer meer ruimte voor positieve gevoelens. Genieten van het leven is ook een strategie. Dat is iets wat sommige mensen uit zichzelf wel heel goed kunnen. We noemen die mensen ook wel Bourgondiërs. Maar we hebben ook Calvinisten in ons midden die dat waarschijnlijk wat moeilijker vinden. En genieten van het leven is iets wat je heel bewust kunt proberen in te zetten. Dus je kunt heel bewust proberen om daadwerkelijk te genieten van alles wat er is om van te genieten. En er is altijd wel iets waar je van kan genieten. Engagement voor je doelen, dat gaat er heel erg over dat als je een doel in je leven hebt, dat is het tweede punt wat je nodig hebt om gelukkig te zijn naast positieve gevoelens. En je kunt helemaal gaan voor dat doel, dus je kunt het opbrengen om iedere keer weer 100% hard te werken voor je doel, dat meer geluk oplevert. Dus hoe meer jij bezig bent met je doelen en hoe harder je werkt naar je doelen, hoe meer geluk je dat zal opleveren. Het praktiseren van geloof en spiritualiteit, dat is een versie, vind ik, van goed voor je lichaam zorgen, maar hij staat er ook weer los van, is ook weer iets wat heel erg belangrijk kan zijn bij geluk. Omdat geloof en spiritualiteit je vaak een gevoel van nut en een gevoel van doel in je leven geeft. En dan de laatste die we straks uitgebreider zullen bespreken, zorgen voor je lichaam. Goed slapen, goed eten, al dat soort dingen, kom ik straks op terug. De eerste strategie om gelukkiger te worden die we zullen bespreken gaat over dankbaarheid. Zowel het voelen van dankbare gevoelens, dus kijken om je heen waar je dankbaar voor bent, maar ook het delen van je dankbaarheid met andere mensen kan je heel veel gelukkiger maken. Dankbaarheid is eigenlijk, gaat erover dat de manier waarop jij naar het leven kijkt bepaalt wat je ziet. Dus als jij positief naar het leven kijkt, als jij met een dankbare blik naar het leven kijkt, dan zie je het leven ook positiever. En dat klinkt heel erg gemakkelijk. En op een bepaalde manier is dat misschien ook wel gemakkelijk. Maar om dat daadwerkelijk in je leven te doen, om dat daadwerkelijk als een strategie te gebruiken, dat heeft best wel wat voeten in de aarde. Dus dat is echt iets waar je voor moet oefenen en waar je iedere keer weer moet besluiten om dat zo te gaan doen. Het is niet iets wat je één keer aan kan zetten en dat dan de rest van je leven aan blijft. Het is wel zo dat als je met een dankbare blik naar de wereld kijkt, dat je op een bepaalde manier met meer verbazing naar de wereld kijkt. Je ziet veel meer dingen waarvan je denkt, oh wauw, dit had ik me nooit gerealiseerd, wat je positieve gevoelens kan opleveren. Dat je ook veel meer erkenning voelt voor al die dingen die er zijn, die de moeite waard zijn.
En dat je daarmee ook veel meer waardering voelt voor het leven zelf. Omdat je al die specifieke dingetjes kunt zien in verbazing en kunt erkennen. Hé, kijk eens even, dit levert me inderdaad mooie dingen op. Zal je dus meer waardering voor het leven ervaren. En die meer waardering voor het leven, dat resulteert in meer positieve gevoelens. En dat resulteert weer in meer geluk. Zoals ik al zei, geluk bestaat uit twee delen. Positieve gevoelens en een doel hebben in het leven. En dankbaarheid werkt echt heel erg in op die eerste pijler van geluk. Het blijkt zo te zijn dat hoe meer je dankbaar bent, hoe minder depressief je bent, hoe minder vaak je je eenzaam voelt en ook hoe minder je angstig bent over het leven. Dus dankbaarheid heeft echt meetbare effecten op allerlei dingen die je geluk naar beneden halen, om het zo maar te zeggen. Wat kun je nou doen om meer dankbaarheid te voelen? Kun je bijvoorbeeld een dankbaarheidsdagboek bijhouden? Dat is gewoon een schriftje of misschien wel een appje op je telefoon of je notitieblok. Of er zijn ook hele mooie versies van dankbaarheidsboeken te koop, waarin je elke dag 3 dingen opschrijft waar je dankbaar voor bent. Dat klinkt als een hele simpele oefening en dat is het ook, maar hij is echt wetenschappelijk bewezen, heeft hij een groot effect op ons geluk en hoe we ons voelen in het dagelijks leven. Er zijn een aantal dingen die ik je daarbij wil geven. Wees alsjeblieft heel specifiek. Dus als je zegt, ja, ik ben dankbaar voor het weer, of ik ben dankbaar voor de mensen om me heen, of ik ben dankbaar voor mijn baan, dan ben je na 3 dagen wel een beetje uitgeschreven. Want ja, er zijn, als je zo abstract kijkt, maar een aantal dingen waar je dankbaar voor kan zijn. Maar als je heel specifiek bent, ik ben heel erg dankbaar voor het feit dat die schapenwolkjes er zo leuk uitzien. Of ik ben heel erg dankbaar voor het feit dat deze collega mij vandaag een compliment maakte. Dan kun je iedere dag weer opnieuw dingen vinden die je dankbaar maken. Het is helemaal geen probleem als je af en toe dingen herhaalt. Maar het is voor jezelf wel leuk om iedere keer weer nieuwe dingen te vinden. En hoe specifieker je bent, hoe makkelijker dat gaat. Mocht je deze oefening nou willen gaan doen, dan zorg dat je er een soort van een ritme in krijgt. Sommige studies laten zien dat het elke dag schrijven in een dankbaarheidsboek even goed werkt als elke week schrijven. En dat heeft ermee te maken met dat, wat we net zeiden, dat het soms moeilijk kan zijn om iedere keer weer opnieuw dingen te vinden waar je dankbaar voor kan zijn. Als je elke week in je dankbaarheidsdagboek schrijft, dan blijft dat makkelijker. Maar het is wel belangrijk om dat ritme te krijgen, want anders vergeet je het gewoon en dan is het weer een van die dingen die je besloten had om te doen die je nooit doet. Dus kijk voor jezelf of het beter is om elke dag daarin te schrijven en kies dan elke dag een tijdstip waarop dat makkelijk gaat. Vaak doen mensen dat vlak voordat ze naar bed gaan en kun je dat dan bij het dagboek op je nachtkastje leggen. Maar als je dat elke week doet, moet je misschien wel een reminder in je telefoon zetten en dat dan ook daadwerkelijk doen. Dus dat ritme is heel belangrijk om het vol te houden. Een ander effect van een dankbaarheidsdagboek is dat je op momenten dat je denkt, ja, ik heb nu echt helemaal niks om dankbaar voor te zijn, of ik voel me rot, of dat je niet zo gelukkig bent, dat je kunt teruglezen waar je de afgelopen tijd allemaal dankbaar voor geweest bent. En dat heeft al een heel groot effect op hoe gelukkig je je voelt. Want als je je op dit moment niet gelukkig voelt, maar je kunt wel teruglezen waar je gelukkig over bent geweest, of waar je dankbaar over bent geweest, dat geeft je weer dat gevoel van geluk en dat geeft je weer een reden om weer in je dankbaarheidsdagboek te gaan schrijven. Nou, deze oefening is heel erg voor jezelf. Hoe kun jij zelf meer dankbare gevoelens voelen? Maar er is nog een andere oefening die je ook kan doen en die gaat over dankbaarheid tonen. En dat is wederom wetenschappelijk bewezen een oefening waar je een brief schrijft aan iemand waarin je vertelt waar je dankbaar voor bent. En die brief schrijf je in principe met de hand. Je mag natuurlijk ook een e-mail sturen, maar het is echt bewezen dat het daadwerkelijk met de hand schrijven een heel erg positief effect heeft op in hoeverre die briefje zal helpen. Dus als het kan, schrijf hem met de hand. Schrijf hem ook op een gewone dag. Als in, schrijf hem niet op een moment dat die ander de brief al verwacht, bij een verjaardag of bij een jubileum, maar schrijf hem op een moment dat die ander de brief niet verwacht. Dan heeft hij bij die ander een groter effect. En wat het nog veel beter maakt, geef die brief persoonlijk af. Als je durft, laat die persoon die brief dan lezen en ga dan in gesprek over waar jij dankbaar voor bent van die andere persoon of wat jij waardeert in die andere persoon. Als je dat niet durft, is geen probleem. Het is ook goed genoeg als je de brief afgeeft. Onderzoek toont aan dat deze oefening, in vergelijking met een heleboel andere oefeningen om dankbaarheid te tonen, de hoogste geluk
piek oplevert. Dus je geluk wordt het meeste verhoogd door deze oefening. Dat is ook waarom ik jullie deze oefening nu geef. Deze gelukspiek houdt tot een maand lang aan. Dus je voelt je een maand lang, of tot een maand lang, actief veel gelukkiger dan wanneer je deze oefening niet gedaan zou hebben. En dat is zelfs als je deze brief niet verstuurt. Dus het schrijven van de brief heeft al zoveel voordelen dat je niet eens de brief hoeft te versturen of af te geven om een gelukspiek te ervaren. De piek is wel degelijk groter wanneer je dat gesprek voert met die ander waar je zo gelukkig mee bent of zo dankbaar voor bent. Maar het schrijven van de brief zelf leidt ook al tot een heel grote piek in je geluk. De volgende strategie die we zullen bespreken gaat over sociale contacten. Dat is natuurlijk in deze tijden van corona, waarin we afstand van elkaar moeten houden, een beetje raar. Maar ik wil toch een aantal dingen, jullie een aantal dingen aanreiken die je nog steeds kan doen om je sociale contacten in te zetten om gelukkiger te worden. Mensen zijn hele sociale wezens. En iedereen heeft echt andere mensen om zich heen nodig. En dat kunnen vrienden zijn, dat kan familie zijn, dat kunnen collega's zijn. Maar wij mensen varen niet goed op alleen zijn. Er zitten wel verschillen tussen mensen, dus extraverte mensen hebben heel veel meer contacten nodig dan introverte mensen. Maar zelfs introverte mensen, mensen die graag op zichzelf zijn, mensen die graag tijd met zichzelf doorbrengen, ook die hebben sociale contacten nodig. Onderzoek laat ook zien dat mensen die geen of weinig dierbare anderen hebben, weinig vrienden, weinig familieleden, dat die meer depressief zijn, dat die veel eenzamer zijn en dat die zelf aangeven een minder fijn leven te hebben. Dus het is echt goed om te investeren in sociale relaties. Wat kun je nou doen? Nou, er zijn twee dingen. Je kunt samen dingen doen. Want als je samen dingen doet, bijvoorbeeld ergens naartoe gaan naar een museum of samen koffie drinken op een terras of samen op vakantie gaan of samen iets maken, het maakt niet zoveel uit wat je doet, dan maak je herinneringen aan en die herinneringen zijn dingen waar je zelfs naderhand nog gelukkig van kan worden als je daaraan terugdenkt. Dus die herinneringen die geven je een soort van een verlengd geluk bovenop het feit dat het gewoon fijn is om samen dingen te doen. Samen dingen doen versterkt ook je band. Gewoon het feit dat je met iemand anders iets doet, maakt dat je band sterker wordt. En je voert vaak de beste gesprekken wanneer je samen dingen doet. Wat ik bijvoorbeeld ouders van kinderen ook vaak aanraad wanneer ze een gesprek willen voeren met hun kind, is ga samen afwassen of ga samen de hond uitlaten of in de auto zitten op weg ergens naartoe. Dan komen vaak de mooiste gesprekken naar voren. En dat is omdat de focus dan niet zo op een gesprek ligt, maar de focus ligt gewoon op dat wat je doet. En dan komt dat gesprek makkelijker vanzelf. Maar ook naar vreemden toe werkt het om samen dingen te doen. Dus ik heb het nu gehad over mensen die belangrijk voor je zijn, je kinderen, je partner, vrienden enzovoort. Maar je wordt zelfs gelukkiger van samen dingen doen met vreemden of eigenlijk dingen doen naar vreemden toe. Dus één onderzoek liet zien dat wanneer mensen gevraagd wordt om een gesprek te voeren met anderen in de trein, dat zij daar gelukkiger van werden, de mensen die het gesprek begonnen, maar ook dat degenen die aangesproken werden daar gelukkiger van worden. Dat lijkt tegenintuïtief, zeker nu we met z'n allen in stiltecoupés zitten en met z'n allen op ons telefoon zitten te kijken. Maar we worden echt bewezen gelukkiger van een gesprek voeren. Iemand voorlaten in de rij, vriendelijk zijn tegen iemand anders, is ook zo'n ding wat je naar een ander toe, naar een vreemde toe kan doen, wat zowel die vreemde als jou gelukkiger maakt. En deze vond ik wel leuk, deze las ik in de Zelfkrant, een krant voor de krant die mensen verkopen die dakloos zijn. Er zijn mensen die sjaals breien en verzamelen en die vervolgens in de winter aan lantaarnpalen hangen. Met daar een briefje bij dat iedereen die het koud heeft die sjaal mag gebruiken. En ook daar was weer het verhaal dat de mensen die die sjaals verzamelen en ophangen daar heel erg veel gelukkiger van worden. Maar ook de mensen die vervolgens een sjaal vinden wanneer ze hem nodig hebben worden daar heel veel gelukkiger van. Het is dus het is dus heel belangrijk om te weten dat iets voor een ander doen je daadwerkelijk gelukkig maakt. Het is zelfs zo dat wanneer je geld uitgeeft aan een ander, dat je dat gelukkiger maakt dan wanneer je dat geld uitgeeft aan jezelf. En wanneer je tijd besteedt aan een ander, maakt jou dat gelukkiger dan wanneer je tijd besteedt aan jezelf. Dus het is heel belangrijk om
iets met anderen te doen, maar ook iets voor anderen te doen. En wederom, geluk bestaat uit twee delen. En die sociale relaties die zorgen er eigenlijk voor dat je een duidelijker doel hebt in je leven. Voor heel veel mensen is het zorgen voor anderen een belangrijk doel in hun leven. De sociale relaties helpen je op die manier om meer gelukkig te zijn. Een derde strategie om gelukkiger te worden klinkt als een inkoppertje, maar hij is echt waar, is heel goed voor jezelf zorgen. Dus het gaat om genoeg slapen, goed eten, sporten en al dat soort dingen. De laatste strategie. Degene waarvan je misschien denkt dat het een inkoppertje is, zorg goed voor je lichaam. En dat kan je op allerlei manieren doen, door genoeg te slapen, door goed te eten, door te sporten, door naar de sauna te gaan, door te ontspannen, door in het zonnetje te gaan zitten, door een kruikje te nemen als je het koud hebt. En zo kunnen we een heleboel dingen verzinnen. En ik ga jullie weer een aantal onderzoeken bespreken die laten zien hoe dat werkt. Om even op lichaamsbeweging in te gaan, dat is een onderzoek dat mensen met depressie heeft onderzocht, dus mensen die bewezen depressief waren. En die hebben ze in drie groepen ingedeeld. In de eerste groep hebben ze deze mensen 4 maanden lang elke dag laten bewegen. In de tweede groep hebben ze deze mensen 4 maanden lang medicijnen gegeven. En in de derde groep hebben ze de mensen zowel medicijnen gegeven als ze elke dag laten bewegen. En het onderzoek laat zien dat iedereen uit welke groep dan ook zich na deze 4 maanden beter voelt. Maar, en dit is interessant, er waren geen verschillen tussen de drie groepen. Dus medicijnen werken even goed als beweging. En het interessante daaraan is weer dat bewegen veel goedkoper is dan het geven van medicijnen. Plus dat beweging geen bijwerking heeft waar medicijnen dat wel kunnen hebben. Dus voor depressie en allerlei andere psychische aandoeningen is het zo dat bewegen en daarmee dus goed voor je lichaam zorgen even grote effecten heeft als het nemen van medicijnen. Hoe werkt dat nou, dat zorgen voor je lichaam? Hoe helpt dat nou? Op de eerste plaats is het heel goed voor je eigen waarde en voor je gevoel van competentie dat je iets kan bereiken wanneer je goed voor je lichaam zorgt. Dus als jij bijvoorbeeld gaat trainen voor om 5 kilometer hard te lopen, dan is dat iets wat je eigen waarde kan verhogen. Maar ook als je goed voor jezelf zorgt, als je goed voor jezelf kookt, als je op tijd naar bed gaat. Al die dingen die zijn op dat moment misschien niet zo fijn, maar geven je wel het gevoel dat jij iets positiefs doet voor jezelf. En dat is heel belangrijk. Goed voor je lichaam zorgen, dus naar de sauna gaan, lichaamsbeweging helpt ook om je af te leiden van zorgen en van gepieker. Dus hoe meer jij actief doet om voor je lichaam te zorgen, hoe minder je in principe zorgen ervaart en hoe minder je piekert. En dat helpt natuurlijk weer voor je geluksgevoel. En ook, en dan komen we eigenlijk weer terug bij strategie 2, goed zorgen voor je lichaam, lichaamsbeweging, naar buiten gaan, is een manier om sociale contacten bij te houden of om daarvoor te zorgen. Dus eigenlijk zijn dat twee dingen die je zo vervolgens kan combineren die voor jou voor geluk zorgen. Er zijn dus nog heel veel meer strategieën. Er zijn heel veel dingen die je kunt doen om gelukkiger te worden. Maar zoals je misschien in het lijstje al gezien hebt, zijn het niet de dingen die je zou verwachten. Dus je wordt niet gelukkiger van voor de 100% gaan voor je carrière en 100 uur per week werken. Maar je wordt wel gelukkiger wanneer je zorgt voor sociale relaties. En die twee dingen kunnen natuurlijk samen gaan. In mijn geval zijn mijn collega's bijvoorbeeld hele fijne contacten. Maar als ik alleen maar zou focussen op die carrière en daarmee geen tijd meer heb voor vrienden en familie, dan word je daar niet gelukkiger van. Niet feesten, maar goed voor je lichaam zorgen, zorgt dus voor meer geluk. Waarbij ik niet wil zeggen dat je nooit meer naar een feestje mag, maar waarbij ik wel wil zeggen dat als je je helemaal verliest in feesten, als je vaak dronken bent, als je niet goed genoeg slaapt, als je alleen maar bent gericht op die positieve gevoelens, maar niet goed voor je lichaam zorgt, ook dat leidt tot minder geluk. En iets simpels als voordringen in de rij, je denkt dat dat leidt tot geluk, maar het blijkt niet zo te zijn. Het blijkt zelfs zo te zijn dat als jij vriendelijk bent naar die ander en die ander misschien wel voorlaat, dat dat voor meer geluk voor jouzelf als die ander zorgt. Dus die strategieën die zijn misschien een beetje tegenintuïtief. Dus dat is punt 1. Punt 2 is het ook zo dat die strategieën misschien over het algemeen makkelijk klinken, maar best wel moeilijk zijn om uit te voeren en vooral moeilijk zijn om vol te houden. Dus
Mocht jij willen werken aan je geluk, ik zou je deze strategie zeker aanraden, maar neem het niet te licht op en ga er echt voor. Ik wens jullie heel veel geluk met het werken aan je geluk. En mocht je nog denken, oké, ik wil nog wel een boek lezen, ik heb er hier eentje liggen, de kaft ziet er ietsje anders uit dan de kaft die jij daar op het scherm ziet, maar de maakbaarheid van het geluk, dat is waar ik veel van de dingen die ik in deze, maar ook in de eerste twee video's verteld heb, vandaan heb. Het is een heel leesbaar Nederlands boek, dus ik zou het zeker aanraden. Veel plezier ermee!